Steeds meer mensen gaan sporten, maar steeds minder in verenigingsverband. Dit vraagt om flexibilisering van lidmaatschappen voor sportverenigingen. Multisport biedt een solide vertrekpunt in de wijk. Hiervoor werken onderwijs, sportverenigingen en sport en welzijn samen. Samen zorgen we voor het realiseren van ambities. Sportverenigingen blijven vitaal door instroom van nieuwe leden. En sport en welzijn zorgt dat de kwaliteit van de lessen hoog ligt doordat zij buurtcoaches, professionals, de lessen laten verzorgen. Hier in de Van Ruisdaallaan zijn wij in het afgelopen jaar al een pilot gestart. In deze pilot draaide basisschool Maria Bernadette mee in een samenwerking met turnvereniging Gymnova, tafeltennisvereniging VVV en voetbalvereniging SEF. Samenwerking binnen Multisport biedt lokale sportaanbieders dus om anders dan het traditionele lidmaatschap sporters aan zich te binden. Werf is een hele enthousiaste leerkracht op school. Die kwam met dit idee aan en die zei van wat zou je ervan vinden als we dit gaan doen op school? Ja, er zijn heel veel kinderen die hier actief aan deelnemen. Die vinden het fantastisch om na school nog een keer te kunnen sporten. Ze maken kennis met heel veel andere sporten. Nou, dat vind ik ontzettend goed. Op basis daarvan kunnen ze ook een keuze maken aan welke sporten zou ik graag deelnemen. Waarom doen jouw kinderen mee aan multisport? Ik heb 3 kinderen die heel erg van sporten houden. En met het leuke van multisport is dat ze hier eigenlijk gewoon van alles kunnen doen. Dus ze vinden het heel leuk om de multisport mee te draaien. Sporten vind ik sowieso heel belangrijk. Mijn dochter van 10 die vindt het leuk om haar broertje van 4 te helpen. Zij sport zelf al heel erg veel, ze tennist veel. Maar ze vindt het wel leuk om met haar broertjes dit samen te doen. Waarom ben jij op multisport gegaan? Omdat het me wel leuk leek en omdat ik het graag nog een sport zou willen doen. En wat vind je nou dan het allerleukste van multisport? Turnen. Ja. Omdat ik zelf op turnen zit en dan kan ik misschien wat beter worden. Ada is lid geworden van tafeltennisvereniging VVV naar aanleiding van multisport. Ik vind het heel leuk. Ik zit er al heel lang op, bijna een jaar. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En wat vind je de leukste sport bij multisport? Tafeltennis. Wij zijn een sportvereniging en wij vinden het belangrijk dat kinderen sporten. En het liefst natuurlijk voetbal. Maar op deze manier krijgen ze de kans om al op jonge leeftijd eerst een aantal sporten uit te proberen in de naschoolse gymlessen. En uiteraard hopen we dan dat ze die keuze voor SEF gaan maken. Maar als ze maar gaan sporten. Wij vinden het belangrijk uit maatschappelijk oogpunt dat kinderen veel bewegen. En dat lukt op deze manier. Nou, hier in de Van Ruisdaallaan iedere donderdagmiddag tussen 3 en 5. En we hebben het ook in de Delflandlaan, hebben we het, dus in Voorburg. En daar is het iedere dinsdagmiddag. En het plan is om het op meer plekken in alle wijken in Leidschendam-Voorburg aan te gaan bieden. We hebben nu 2 locaties, maar we willen in alle wijken in Leidschendam-Voorburg hiermee aan de gang gaan. En is het plan, en dat mogen alle sporten mogen dat zijn, van karate tot ballet, dat maakt ons niks uit. Bedoeling is per multisportplek dat er minimaal 3 verenigingen deelnemen. En maximaal 5. Multisport biedt mijn kinderen dat ze veel keuze hebben in sport wat ze willen doen. Ze doen elke week iets anders. Dus ze voetballen, ze hockeyen, ze tafeltennissen. Dus keus genoeg. Papa en mama, ik wil graag in multisport omdat ik het gewoon heel leuk vind.